Goedendag. Grote verschillen vandaag in het land. Deze foto werd vanochtend op Texel gemaakt. Veel bewolking daar aanwezig, grijze lucht. Viel hier en daar zelfs ook nog een spatje motregen. In het zuiden van het land, daar was het weer stralend weer. Veel blauwe lucht en wat wolkensluiers. Op de satellietfoto zijn die verschillen ook mooi te zien. We zien die dikkere bewolking in het noorden van het land en die kruipt wel naar het zuiden toe. Maar nu inmiddels aan de voorzijde wordt die bewolking steeds aangevreten en lost feitelijk op. En dat betekent dat ik in het zuiden van het land eigenlijk vandaag die bewolking niet meer verwacht. Misschien vanmiddag een paar kleine stapelwolkjes, maar niet zo'n dik pakket zoals we dat hier zien. Overigens op de Noordzee ook weer wat opklaringen. Dan krijgen de Waddeneilanden ook wel weer mee te maken. En dit zal toch wel deels gaan oplossen. Maar wel verschillen dus vandaag in het land. We hebben te maken met een hoge drukgebied. Dat ligt boven de Atlantische Oceaan. De kern daarvan ten noordwesten van Ierland en Schotland. En het hoge drukgebied, dat ligt daar al een tijd. En dat blijft nog steeds liggen. De atmosfeer is echt geblokkeerd. En dat betekent dat wij heel weinig verandering gaan zien in het weerbeeld de komende dagen. Er is vaak veel zon. En er waait een stevige noordoostenwind die het voor het gevoel wel wat frisser maakt. Maar uit de wind is het wel heerlijk toeven. Ook nauwelijks bewolking in de verwachting. In ieder geval heeft de zon de meeste ruimte en de kans op neerslag is erg klein. In het zuiden van Europa is dat niet het geval. Daar wordt het in de middag steeds erg heet. En dan zie je mooi die dagelijkse gang van de buien. In de middag poppen die op. En dat zijn dan echt van die hevige plensbuien die daar tot ontwikkeling kunnen komen. En de weerkaart is inmiddels al op zaterdag aangekomen. Maar ik laat hem gewoon even doorlopen. Want wat opvalt is dat dat hoge drukgebied eigenlijk constant in diezelfde hoek blijft. En dat er dus niet veel verandert de komende tijd. Wel die buienactiviteit in het zuiden van Europa. Maar in onze omgeving is het droog weer met vaak veel zon. Dat betekent ook dat de pollendruk hoog is. Dit is de kaart voor Nederland en we zien eigenlijk in heel Nederland veel pollen momenteel, graspollen. En er komt niet veel verandering in. Er valt geen neerslag, dus die lucht wordt ook niet uitgewassen. En die pollenproductie die blijft voorlopig doorgaan. Dat betekent voor de komende week, laat ik het zomaar even omschrijven, dat we veel pollen in de lucht houden. Slecht nieuws dus voor hooikoortspatiënten. In een smalle kuststrook over het algemeen wel wat minder pollen. Daar is dan sprake van verlichting. Als het echt niet meer uit te houden is, is het misschien wel gewoon een goed idee om eventjes naar de kust te gaan en even uit te waaien en even niet al die pollen te voelen. Voorlopig dus weinig verandering in die pollenverwachting. Hoe ziet het weer er vanmiddag uit? Nou, in het noorden dus meer wolkenvelden, dat is wel duidelijk. 14, 15 graden. Naarmate je meer naar het zuiden gaat, is er steeds meer zon. Temperatuur daar 17, 18 graden. In Limburg halen we waarschijnlijk ook nog wel de 20 graden. Waait een matige noordoostenwind. En morgen, dan is die wind wat meer naar het oosten gedraaid. Dan is dat wolkenbandje ook weg. In heel het land dan veel zon, met misschien in de middag hier en daar een paar stapelwolkjes. Temperatuur komt veel hoger uit. Het wordt 18 tot 21 graden in het noorden. In het binnenland 23 of 24 graden. In het zuidoosten misschien wel zomers warm met lokaal 25 graden. En de dagen erna gaat die temperatuur juist weer wat naar beneden. Donderdag is dan weer zo'n dag met meer bewolking. Ook in het noorden kan het dan weer eventjes wat meer somber zijn. Temperatuur tussen de 15 en 20 graden. Nog steeds die noord- tot noordoostenwind. Vrijdag ook 15 tot 21 graden. En dan kijken we naar het weekeinde en dan gaan de temperaturen weer iets omhoog. En gaat dat dan zo door? Ja, voorlopig wel. Dit is de pluim voor Midden-Nederland. Als we die dan even oppakken na het weekeinde, zien we daar gemiddeld die temperatuur rond de 20 graden. We zien ook dat er opties zijn dat het misschien wel warmer gaat worden, ook wel wat koeler. Dus we gaan voorlopig even uit voor het midden van het land rond die 20 graden. En hoe zit het dan met de bewolking tot slot? Nou, dat valt allemaal reuze mee. We zien wel weer even die dip op de donderdag, een beetje vergelijkbaar met wat we vandaag zien in het noorden. Maar de dagen na heeft zon toch echt wel de overhand en wordt het gewoon stralend weer. Nog een fijne dag.